Erwin van der Looy, het moeten geen fijne weken zijn voor jou en ook niet voor je spelers. Nee. Of je moet geen kranten lezen. Nou, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, want ik lees en de krant niet. Maar het zijn sowieso geen fijne weken, want als je niet wint, zijn het geen fijne weken. Maar wat ik bedoel is dat er verschrikkelijke dingen over Heracles Almelo worden verteld. Ja, nogmaals, als je het niet leest, weet je het niet. Maar kijk, ik vind ook dat we slechte weken hebben, dus dat is niet zo moeilijk. We waren een hele goede serie bezig. 4-5 weken geleden, waarbij je wint van subtoppers. En ik begrijp best wel dat je een paar van dit soort wedstrijden speelt. Dat de sfeer omslaat. Dat is voetbal, dat is normaal. Dus daar moeten we gewoon mee dealen. Je sprak op de persconferentie over puzzelstukjes die in elkaar moeten vallen. Geldt dat ook voor de wedstrijd van komende zondag? Nee, ik heb het iets anders verteld. Ik zei, vaak als dingen goed gaan, dan vallen puzzelstukjes bij elkaar en op zijn plek. En nou, we hebben nu een moeilijkere fase, maar er is niet één ding waar je de vinger op kan leggen van dit is het. Dat zijn natuurlijk verschillende dingen die gebeuren, waardoor je ook zo ver terugzakt. En dat maakt het lastiger ook om het op te lossen. Maar nogmaals, we hebben met elkaar afgesproken om deze week, deze zondag alles te bundelen. Alle energie te geven. En hopelijk beseft het publiek ook hoe belangrijk het is en gaan ze daar achter staan met elkaar. En dan gaan we het ook nog op een goede manier afsluiten. Mag jij blij zijn met zo'n hondstrouw supporterslegio? Zeker, zeker. Ja, hoe ze bij Excelsior ons gesteund hebben. Daar hebben we echt helemaal niks over te klagen. En ik heb eigenlijk van het begin gezegd dat we daarin moeten investeren om dat voor elkaar te krijgen, die wisselwerking. En dat ging tot en met Sparta uitstekend, ook omdat de resultaten natuurlijk goed waren. En daar is een beetje de klad ingekomen door ons spel. Maar ik hoop dat ze nog één keer in staat zijn om ons te steunen, want het wordt weer een pittige wedstrijd. Fortuna Sittard, een ploeg die nergens meer voor speelt. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus dat kan altijd twee kanten op gaan. Hè. Die kunnen misschien onbevangen spelen, vrij spelen en los zijn. Of ze kunnen net iets minder gefocust zijn. Je weet nooit hoe dat uitpakt. Dus dat is altijd gevaarlijk. Betekent wel dat je heel gescherp moet zijn komende zondag. Om dat ene puntje wat nog nodig is binnen te halen. Want het is natuurlijk fantastisch als je op eigen kracht je veilig kunt spelen. Ja, zeker. Maar daar ben ik helemaal met je eens. Dus we zullen vanaf het begin af aan gewoon echt moeten laten zien dat we die wedstrijd heel graag willen winnen. Of in ieder geval dat punt heel graag willen halen. En dat moet dan ook overslaan naar iedereen die in het stadion is. Mijn collega's praten dan over de tegenstanders van RKC en van Excelsior. Nou, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Het is wel zo dat als het zondag lukt, dat je dan tevreden bent? Poeh, nou ga je wel heel erg op dingen vooruit lopen. Dus misschien moet je me die vraag na die tijd nog maar eens stellen. Kijk, ik ben nu niet dingen aan het analyseren. Ik ben nu aan het voorbereiden op de wedstrijd tegen Fortuna en niet al het hele seizoen aan het analyseren. Wat vind jij van Fortuna Sittard? Nou, vind ik een volwassen team, wat zeker verdedigend goed staat. Dat is ook wel een beetje het handelsmerk van Danny. Dat hij een ploeg goed neer kan zetten, verdedigend en ook aanvallend. Dus je ziet wel duidelijk structuur in die ploeg. Nogmaals, we moeten gewoon goed zijn zondag om resultaat te halen. Een ploeg ook die nog wel eens voor een verrassing kan zorgen. Ja, dat klopt. Ze hebben afgelopen weekend gelijk gespeeld tegen PSV. Dus dat laat zien dat ze een serieuze tegenstander zijn. De spelers waar jij beschikking over hebt zondag, daar zijn wat mutaties in. Ja, we hebben wat klachtjes. En dat is ook wel richting het eind van het seizoen wat je vaker merkt. Ook wel als de resultaten misschien wat tegenzitten. Dat sommige dingen wat meer piepen en kraken. Maar we hebben een aantal twijfelgevallen en we gaan morgen kijken in de laatste training wie wel en wie niet. Wie fit genoeg is om te starten en wie niet. Jes Hoornkamp die was er vorige week al niet bij. Ja. Is dat zondag weer het geval? Ja, dat zal zondag weer het geval zijn. Die gaat niet spelen. Dat betekent dus dat je moet improviseren. Ja, we hebben een selectie die groter is dan 11 man. Dus dat is niet voor niks zo. Natuurlijk wil je het liefst altijd met iedereen ter beschikking hebben. Zodat je zo groot mogelijke keuzes hebt. Maar we moeten ons nergens achter verschuilen. En zeker niet achter blessures. Wat zou het afsluiten met een overwinning? Een fantastische eind van de competitie zijn. Ja, dus daar moeten we alles voor doen. Met elkaar. Wens je heel veel succes. Dankjewel.